Vrees werkt al jaren op Brusselse kabinetten, maar haar hart ligt nog altijd in het meertjesland. Een gezond evenwicht tussen landbouw en natuur, daar gaat zij voor, samen met het Europa-team. Veel mensen vragen zich af wat Europa nu eigenlijk doet of wat Europa voor ons kan betekenen. Europa zorgt ervoor dat er werk wordt gemaakt van de versterking van de vitaliteit van onze landbouwbedrijven en dat er wordt gewerkt aan de weerbaarheid en de verduurzaming van onze landbouwsector, zowel op economisch als ecologisch vlak. Hoe doet Europa dat? Wel, Europa probeert in te zetten op de strijd tegen de armoede. Wil ook inzetten en werk maken van de economische ontwikkeling van de plattelandsregio's en wil ook werk maken van de rendabiliteit van onze landbouwbedrijven. Ik denk dat velen wel al gehoord hebben van het project LEADER. LEADER betekent dat er financiële middelen naar de regio's gaan waardoor projecten gerealiseerd kunnen worden. Een concreet LEADER-project is Samen dorpen toekomst geven. Mensen denken erna over de toekomst van een dorp. Ze stellen zich ook vragen bij de leefbaarheid van een dorp. En door het project dat uitgevoerd wordt door de landelijke gilden, worden mensen samengebracht, worden dorpsparlementen samengesteld om na te denken over de toekomst van het dorp. De bedoeling daarvan is de sociale cohesie van het dorp te versterken en om mensen samen te brengen. Europa wil er ook voor zorgen dat de korte keten gepromoot wordt. De korte keten wil de producent en de consument dichter bij elkaar brengen. Daarnaast wil Europa ook onze streekproducten promoten. En soms worden die twee zaken bij elkaar gebracht, zoals in de Houtlandhoeve in Assenede. Lekkere streekproducten en de korte keten samen in één geheel.